De papegaaienbuurt in Drachten bestaat 100 jaar. In Museum Drachten is daarom de tentoonstelling Drachten was het begin 100 jaar papegaaienbuurt te zien. Drachten was het begin, dat is een uitspraak van Theo van Doesburg, omdat hij het project in Drachten, waar hij betrokken bij was, als eerste zag en als een soort opstapje in zijn carrière als architect, als kunstenaar-architect. Het was zijn idee om architectuur en kunst met elkaar te vermengen. En dat werd hier in de papegaaienbuurt voor het eerst gedaan. Dus hij keek altijd met heel veel plezier terug op de periode waar hij in Drachten betrokken was bij de kleuren toepassing op de middenstandswoning. Museum Drachten had bezocht er een leegdrempelige tentoonstelling van te maken. We hebben hier dus bijvoorbeeld gewoon een opgeblazen schilderij. Maar we proberen dus te laten zien dat een tentoonstelling niet alleen maar kunst heeft in schilderijen, in lijstjes en hoge kunst. Maar dat je ook een verhaal kan vertellen aan de hand van objecten. De wenningen in de papegaaienbuurt binnen ontworpen door gemeentearchitect Kees Rinks de Boer. Er is ook omdenken van zijn broer, Sake Rinke de Boer, die de landschapsarchitect weer in Amerika. Het mooie was, hij hield zich heel erg bezig met inrichting, dus wat betreft bomen en planten van de stad Denver en andere steden in het westen van Amerika. Maar hij is veel verder gegaan. Hij heeft zelfs complete steden bouwkundige ontwerpen gemaakt. Dus een stad die nog niet bestond, heeft hij dus letterlijk en figuurlijk vanuit het niets heeft hij dus op het papier gezet. Daarom is het zo jammer dat Sake de Boer eigenlijk dus niet die naam en faam heeft gekregen die hij verdient. Want als je nagaat dat hij daar dus in een groot land als Amerika dus, hè, zijn naam wijd verspreid is geweest en daar enorm veel eerbewijzen voor heeft ontvangen ook. Dat kun je dus zien ook aan het begin van die tentoonstelling. Dat je denkt, het is eigenlijk doodzonde dat zo'n man dus hier eigenlijk een beetje onder de korenmaat is gebleven.